We zijn nu 3D-foto's aan het laten maken. En daarvoor moeten we gekke poses aannemen. En later kunnen de fans dan ook in dat kot kruipen en dan plakken ze dat samen zeker. Ik weet het ook niet echt goed in detail. Maar het is wel eens leuk, want het is de eerste keer dat ik zoiets doe.